Het passen en meten is het de coöperatie Zondagse Markt, de nieuwe grond en omgeving, Covezo Mag, gelukt om operationeel te blijven gedurende de COVID-crisis. Ram Lachman, voorzitter van Covezo Mag, zegt dat de COVID-19-protocollen zoveel als mogelijk in acht worden genomen. De markt is voorzien van hand sanitizers en andere COVID-19-voorschriften. De controle op de naleving tijdens de marktdagen is ook optimaal. We hebben industrieventilatoren die draaien. Je ziet dat de markt is vrij luchtig. De markt is voorzien van gebouwen die recent, niet lang geleden, 2-3 jaar geleden helemaal zijn aangepast met stalen constructies. Dus het is meten en passen, maar ik denk dat we samen toch erin zijn geslaagd om ook met deze uitdaging van de COVID een beetje anders denken, werken, toch erin zijn geslaagd om de operations te draaien en ervoor te zorgen dat de Surinaamse gemeenschap voedsel, verse groente, fruit en alle andere producten wekelijks kan verkrijgen tegen toch wel redelijke prijzen. Lachman haalt aan dat 95% van de marktbezoekers zich wel aan de regels houdt. Er zijn echter nog enkele uitdagingen, zegt Lachman. De uitdaging die we zien, in het begin waren er wat meer uitdagingen, maar gaandeweg begrijpen de mensen ook en ze leren ook. Surinamers zijn verantwoordelijk aan het worden. Echt. Kijk, COVID is een nieuwe situatie. We waren dat niet gewend. Maar ik zie hier de markt sinds midden juli dat we weer zijn gestart, dat het vrij goed gaat, de enigste uitdaging heb, en ik denk dat het meer te maken heeft met verwarring, dat ik ouders zie met kleinere kinderen die dan geen mond- en neuskap hebben. En wanneer je die mensen eigenlijk benadert en ze vraagt, maar dat kind moet hebben, nee, maar dan, we hebben van onderwijs of van andere instanties begrepen dat kinderen niet vatbaar zijn voor de besmetting. Dus daar is een uitdaging en ik denk dat we gezamenlijk, nu jullie ook hier zijn, samen moeten kijken dat er een transparant communicatiebeleid is. Niet dat de ene ministerie een A zegt en de andere B. Want eerlijk gezegd, in onze protocollen staat dat iedereen mond en een neuskap moet hebben. Voorzitter Ram Lachman van Covezo Mag. Hij zegt dat mensen zich bewust zijn van de situatie en het niet meer afreageren wanneer ze worden gevraagd om hun mond- en neusbedekking op te doen.